1995, het is de eerste keer dat er geraced wordt op het circuit van Assen met auto's. Vraag maar aan Phil Bastiaans. De Limburger is bezig met een inhaalrace, maar laat zich verrassen, verliest de controle en gaat er werkelijk waar keihard vanaf. En tel de salto's en let vooral op de arm van Bastiaans. Die komt buiten de auto en hierna zal de KNAF besluiten om meteen veiligheidsnetten aan te brengen aan de kant van de auto, dat in geval van crashes in ieder geval de armen niet meer buiten de auto komen. Bastiaans, zwaar gewond. Het duurt heel lang voordat we hem weer terug zouden zien in de autosport.